Saïf Shaheen, wereldkampioen op de 3000 meter stiepel, was vorig jaar Keniaan, nu Qatarees. Maar hij mocht niet naar Athene. Die woede en ontgoocheling stuwen hem op de Memorial naar een buitengewoon niveau. Na het voorbereidend werk van de Hazen loopt hij de tegenstand op een hoopje. De laatste ronde is een martelgang, maar de 47.000 toeschouwers jagen hem naar het wereldrecord. De 21-jarige Shaheen is bijna 2 seconden sneller. 7 minuten 53 seconden, 63 honderdste is het nieuwe wereldrecord.